Sta jij niet enorm voor Joker? Altijd. Dat vind ik geweldig. Hij is zo flauw. Breda Nu. Je weet het meteen. Achter mij is het stripfestival gaande hier in Breda. Geen zorgen, mijn kleren hou ik gewoon aan. Wel zijn hier heel veel bekende striptekenaars. Is er een NK striptekenen voor de nieuwe talenten? En ga ik eens even kijken welke stripboeken het nou echt waard zijn om te lezen. Is hem dan, hè? Fantasia 13. Ik ben opgegroeid met Fantasia 4 en 5. En hij zit in een soort glazen koepel nog. Niemand mag hem nog zien. Als je hem aanraakt, gaat er denk ik een alarm af. Maar ik ben wel benieuwd hoe het voor Geronimo is om al zo lang een hoofdrol te spelen in je eigen boek eigenlijk. Geronimo? Ik denk dat we toch beter de echte Geronimo Stilton even voor de camera moeten vragen. Ik heb nu een exclusief interview geregeld met mijn jeugdheld Geronimo Stilton. Yes! Geronimo heeft nog een koudje te pakken, dus die heeft geen stem. Dus dat zal ik dan aanvullen voor hem. Mooi, en we spreken geen muis natuurlijk. Nee, maar Geronimo die kan een aardig mondje mensentaal piepen, ja? Hoor, normaal gesproken. Maar nu dus even niet. Oké, mooi. Nou, Geronimo, hallo. Hi, Kelvin. Ik ben echt een beetje starstruck. Dit is mijn jeugdheld. Kijk. Gaat het goed hier? Top, zie je? Ja, dat betekent top. Sta jij niet enorm voor Joker? Altijd. Dat vind ik geweldig. Hij is zo flauw. Ik ben volledig geïnspireerd geraakt. Hè? Ik loop hier al een tijdje rond. Ik zoek nu eigenlijk gewoon nog een stripverhaal voor mezelf, naar mijn smaak. Nou, ik denk dat het hier wel moet lukken. Verkopen jullie ook stripboeken? Ja, we hebben ze wel, maar verkopen is moeilijk. Dus... Maar jullie hebben stripboeken? Ja, die hebben we. Ja, wat zoek je voor boekje? Ja, ik hou heel erg van de Marvel, van de superhelden-series, weet je wel. Maar ik ben een beetje klaar met Marvel zelf. Ik zoek een alternatief. Ja, dan kun je een beetje bij dit soort dingen lezen. Bij deze uitgever, die zitten vaak leuke dingen bij. Je hebt hier Warcraft en... Een beetje dit soort... Maar dan... Oh, die ziet er wel heel tof uit. Die ziet er heel tof uit. Warship, Jolly and Roger. Politicus tekende, we zagen al van ver af van, hey, is dat niet Wilders? En dat was inderdaad Wilders. Spion Dion heet hij. Oh, ontzettend goed gedaan. Gefeliciteerd met je eerste prijs. Dankjewel. Ja. Wil je hier laten zien wat je gemaakt hebt? Laat even zien wat je gemaakt hebt. Deze heb ik gemaakt. Oké. Ja, het is een beetje een... Ja. Het thema was spionage. Wat heb je ermee gedaan? Nou, ik heb een beetje geassocieerd met, ik dacht, we zijn nou bij het NK striptekenen. En toen heb ik, Dion Graus vond ik er heel leuk uitzien in een regenjas en zo'n gleufhoed op. Ik vond dat wel mooi eruit zien. Dit heb je gemaakt? Vertel. Dat is mijn vaste personage. Hij heet Scuno. En we hadden een thema gekregen. En het thema was spionnen. En hij is undercover, een soort van als spion. En hij doet er heel mysterieus over in de strip. En op een gegeven moment zie je hem lopen naar zo'n bodyguard. En hij plakt dat op zijn rug. En hij springt de bosjes in. En hij zegt tegen zijn maatje van, het is gelukt. Het is gelukt, ik heb de brief heb ik op zijn rug geplakt. Want dat zegt hij, dat krijg je ervan als je ons niet gratis de bioscoop inlaat. En op het briefje staat, schop mij. Wat heb je gemaakt? Vertel. Het onderwerp was spionnen. En ik zat zo te tekenen en ik zag dus mijn horloge liggen. En ik had nog wel moeite met het onderwerp. En ik dacht ineens van, is het niet leuk als je een tijdbom maakt? Dus had ik haar horloge een tijdbom gemaakt. En ik had al een concept gemaakt van een karakter. Ja, mijn tas staat daar. Maar... En dacht ik van, waarom maak ik haar niet zeg maar de slechterik? En dan komen er zeg maar twee spionnen, die komen zeg maar terug van hun werk, die lopen zo met een koffie. En op een gegeven moment horen ze die mevrouw praten en ze denken van, wacht, er is iets aan de hand, dat klopt niet. Gaan ze kijken, komen ze inderdaad achter dat zij slechte plannen heeft, want ze wil namelijk de hele stad laten exploderen met de horloge. Want het is een tijdbom.
En op een gegeven moment krijgen ze haar te pakken en wordt ze opgesloten en wordt haar horloge kapotgeschoten. Ik wilde in eerste instantie de hand eraf blazen, maar ik dacht dat is misschien te grof. Dus ik heb het horloge gelaten. Dus ja. Kelvin, wat ben jij aan het doen? Niks. Het stripboek, een mooie tekenstijl vooral. Een hele mooi verhaal. Verder niets te zien. Breda Nu. Je weet het meteen.